Mijn naam is André ten Hegler en werk als crop advisor voor Syngenta in het oosten van Nederland. In dit gebied geef ik advies over het gebruik van gewasbeschermingsproducten in verschillende landbouwgewassen. Mais is een kenmerkend gewas voor het oosten van Nederland. De rundveehouderij is hier belangrijk en mais levert een belangrijke bijdrage in het voerrantsoen van koeien. Met 250.000 hectare is het, na grasland, het grootste gewas in Nederland. We staan hier op een proefperceel van Syngenta. We testen hier diverse maisrassen. Syngenta heeft een aantal maisrassen in de Nederlandse markt die het zeer goed doen. Ze geven hoge opbrengsten, ze geven veel zetmeel en ze brengen een uitstekende kwaliteit. Voor onkruidbestrijding en schimmelbestrijding hebben we prachtige producten. Calaris kent u waarschijnlijk allemaal. Wij zijn blij dat u onze producten gebruikt, maar wat veel belangrijker is, is dat u ze goed gebruikt. En daarvoor hebben we onderzoek nodig. Heel veel onderzoek. En dat doen we hier op dit perceel. Mijn hobby is mais. Ik ben hier al lang werkzaam in dit gewas. En ik denk, en daar ben ik van overtuigd, dat we meer opbrengst kunnen halen uit dit gewas. En daar wil ik aan werken. En daar ga ik voor zorgen dat u die meer opbrengst krijgt. Voor vragen belt u mij. Afgesproken. En u weet het, de opbrengst die kan omhoog.